ben Rotjoch of Angelo Diop, bekend van 101 Bars, oprichter van 101 Bars. En ik ga jullie vragen beantwoorden. Hot topic, baby. Als je bij 101 Bars wil komen, moet je... ik zeg altijd, het moet een win-win situatie zijn. Wij als platform 101 Bars willen er iets aan hebben. En jij moet er ook iets aan hebben. Je kan wel heel goed rappen misschien. Maar als jij nog niet eens zelf een kleine fanbase bij elkaar kan rapen, dan is het nog niet jouw tijd. Op het moment dat jij zeg maar zo gaat, dat is het punt waar je bij 101 Bars wordt uitgenodigd. En na 101 Bars ga je helemaal omhoog. Snap je dat? Creëer je eigen fanbase en laat mensen over je praten. Gewoon. Dat ten eerste gewoon. Ik denk dat je het gewoon op de muziek moet houden en jezelf gewoon goed moet promoten. En weet je, wees er creatief in, man. Ik hou van creatieve ideeën, man. Wees creatief in hoe je 101 Bars benadert. We bestaan inmiddels al 13 jaar. En elk jaar denken mensen van, hoe gaat 101 Bars groeien? Ik ga heel makkelijk zeggen, kinderen. Kinderen zijn de toekomst. En kinderen, weet je, wij focussen op de kids. Dus net als Wu-Tang het zegt, Wu-Tang is voor de kids, 101 Bars is ook voor de kids. Maar er komt altijd weer een hele nieuwe generatie. En zo sprokkelen alle mensen bij elkaar door de jaren heen. En op een gegeven moment is heel Nederland ge-101 Bars certified. Het grootste verschil van 101 Bars van vroeger en van nu is, gewoon de wereld is gewoon veranderd. Hip-hop is heel erg veranderd. De technologie is vooral veranderd. Maar voor de rest, hip-hop is nog steeds gewoon word of the people. En dat blijft altijd hetzelfde. En er zitten natuurlijk wel verschillen tussen de generaties en ook in de content en hoe de muziek klinkt. Maar dat gaat altijd zo blijven. Over 5 jaar klinkt hip-hop ook weer heel anders. Maar het is altijd de jonge generatie die bepaalt hoe hip-hop gaat klinken. En daarom nogmaals, 101 Bars voor de kids, baby. Hey, dit was Rotjoch op je beeldscherm. Hopelijk heb ik jullie vragen correct geantwoord. En zo niet, I don't give a damn. Blijf 101 Bars kijken, 101bars.nl en 101 Bars op Instagram, social media, al die bullshit. Je weet hoe we het doen. Salut.